fiets hier langs de Huidekoperweg de stad Utrecht uit in de richting van Westbroek door de weiden. Het plan is te gaan naar Lage Vuurse, waar ik even voor het eerst sinds heel veel jaren mijn tentje een keer weer voor proef op wil gaan zetten. En gewoon verder een lekker fietstochtje. Dit is de oude korenmolen bij Westbroek. Ook betrekkelijk recent nog gerestaureerd. Dit is dus de molen De Kraai. In het beheer bij Stichting De Utrechtse Molens. Zo, dit zijn allemaal oude boerderijen langs een wetering, zoals je heel veel in Utrecht als oud kenmerkend landschap aantreft. En die kavels met weilanden hierachter in de richting van Hollandse Rading, die zijn 4 kilometer lang. En dat is best wel een behoorlijk uniek iets. Kom ik hier op de hoek in 18hoven, waar de weg afbuigt richting Maartensdijk, rechtsaf. Maar ik ga hier nu linksaf de wei in. De Korse steeg op. En dan kom je langs een weg waar allemaal nieuw gebouwde, hele grote, moderne boerderijen staan. En waar je vervolgens aan het eind uitkomt op een fietspaadje in de richting van Hollandse Rading. Zo, hier ben ik aan de weg met alle nieuw kadastralen, zoals ze zichzelf noemen. De moderne boerderijen, allemaal rundvee. Daar staan nog wat koeien in de wei in de verte. En daarachter zie je, als het te zien is op de film, nog de kerk van Westbroek staan. Ja, en hier zitten de meeste koeien toch wel in de stal. Het is niet te geloven. Het is vandaag 4 juni en de eerste kattenstaarten die bloeien al. Hier nader ik het einde van het fietspaadje bij de Floris de Vijfde weg en het Floris de Vijfde kanaal. En dan ga ik rechtsaf. En dan ben ik al gauw in Hollandse Rading. Dit is het laatste stukje richting Hollandse Rading. Zometeen bij het station even kijken of ik weer een broodje kaas en wat te drinken kan aanschaffen. En dan ga ik door in de richting van Lage Vuurse. Hier kom ik aan bij het station Hollandse Rading. Klein stationnetje, vlak tegen het spoor natuurlijk en de snelweg A27 aangelegen. En hier hebben ze een stationswinkeltje ingericht waar je wat te eten kan kopen.
langs de Vuurse Dreef van Hollandse Rading. Daar lagen Vuurse. Mooi bosgebied hier. Ook mooi wonen voor sommige mensen. Zo, hier kom ik bij eethuis De Paddenstoel. Altijd wel een leuk plekje om even aan te leggen. Zo, nou ga ik het fietspad in de richting van Lage Vuurse op. Hier rijd ik Lage Vuurse alweer uit, langs de Stulpkerk. Zo, hier kom ik in de buurt van de Kuil van Drakenstein. Dagrecreatieterrein. Best wel tamelijk druk. Maar nu op maandag zal het wel meevallen. En daar wil ik een rustig hoekje proberen te vinden. Om even mijn tentje voor het eerst sinds heel veel jaren als test weer een keer op te gaan zetten. En hier heb ik wel een aardig geschikt plekje gevonden, helemaal achterop het terrein. Dus ik hoop dat ik hier redelijk rustig mijn tentje even kan testen.
Nou, dit is natuurlijk absoluut geen moderne tent. Een oorspronkelijk model van Slee Buitensport uit Utrecht. Inmiddels denk ik wel een jaar of 25 oud alweer. En hij is inwendig ook erg klein. Maar het blijft een hele leuke tent. Zeker voor fietstochten en zo. En zelfs voor voettochten. Hij is ongeveer 1,5 kilo. Met een katoenen binnentent die ademt en een nylon buitentent die waterdicht is. Nou ja. Dus het is. En hij ziet er nog aardig goed uit. Ik zie nauwelijks gebreken. Een paar touwtjes die enigszins beschadigd zijn, scheerlijntjes. Daar moet ik even wat aan doen, maar voor de rest is het prima nog allemaal. Het uitzicht uit de tent, de schaapskooiluifel is ideaal om onder te koken. Dat is wel echt een heel gunstig ontwerpdetail. En je zit goed beschermd tegen weer en wind, dat is ook absoluut zeker. Zo, alles weer netjes opgepakt voor het vertrek. Zo, hier kom ik weer bij Lage Vuurse. Populair oord om pannenkoeken te eten
en te wandelen in de omgeving. Vooral ook hier ga ik linksaf. De 300 Roedenlaan richting Soest. En dan ga ik, heb ik bedacht, eens kijken bij het vliegveld Soesterberg. Inmiddels komt de zon erdoor en begint het aardig op te warmen. Ik fiets hier langs de Wieksloterweg bij Soest. Daar hebben ze hier tegenwoordig een fietspad bij langs gemaakt in de richting van de Soesterduinen. Ik nader hier de spoorwegovergang van de Wieksloterweg in de richting van de Soesterduinen. Dit gaat over het spoor Utrecht-Soest-Baren. Al een indrukwekkend grote zandvlakte hier. De Soesterduinen. Fantastisch fietspad hier, vanaf de Soesterduinen in de richting van het vliegveld Soesterberg. Zo, hier kom ik bij de spoorwegovergang van het spoor Utrecht-Amersfoort. Zo, ik ben hier op de Palserweg bij landgoed De Pals. Echt al Utrechtse heuvelrug inmiddels. En ik ga richting vliegveld Soesterberg, begin nou aardig in de buurt te komen. Nou, hier ben ik bij de ingang van Park Vliegbasis Soesterberg. Met de uitnodiging om te ontdekken. Dus eens even kijken wat er allemaal te zien valt. Hier ze hebben natuurlijk de kernbommen gelegen. Ik heb geen idee welke kant ik op moet, maar hier begin ik de oude start- en landingsbaan te naderen. En het is natuurlijk zowel een herinnering aan het oude vliegveld als ook een soort natuurpark. Een combinatiefunctie in de huidige situatie. Maar ik vind altijd nog het ruimtelijke van die oude startbaan het meest indrukwekkende. Hier ben ik bij het Militair Museum. Met een aantal indrukwekkende oude vliegtuigen.
gebouw is ook indrukwekkend groot. Nou, dan weet ik zelfs wat het is. Een oude Spitfire. Dit is de oude start- en landingsbaan. Daar sta ik nu middenop. Ik sta in de schaduw van een wolk en die wolk die beweegt niks. Hij blijft gewoon precies op hetzelfde punt. De baan die is zo ongeveer een 50 meter breed. Ja, de lengte weet ik eigenlijk niet zo precies. Dat zal 2 kilometer zijn of zo. Maar hier waar ik nu sta op deze middenlijn, daar rijden vroeger dan de vliegtuigen van de luchtmacht. Hier kijk je over de andere zijde van de start- en landingsbaan. Gigantische vlakte met het Militair Museum daar. Nou, toch wel een echt indrukwekkend gebeuren. En leuk om eens een keer te zien. Wat ook leuk is, is dat er hier inmiddels een enorme variatie aan flora groeit. Zoals centauri en havikskruid en walstro en weet ik wat allemaal meer. Best wel veel. Slangenkruid heb ik ook gezien. Prachtig blauw. En ja, dat is ook een leuk aspect van het landschapspark. Nou, inmiddels rij ik hier op de Beukenburgerlaan achter Bilthoven in de richting van Groenekan. Dus na het vliegveld ben ik via Soesterberg, Huis ter Heide, Den Dolder en Bilthoven hier naartoe gereden. En ik schiet nu aardig op naar huis toe. Dus het was een heel fraaie en leuke afwisselende fietstocht en ook voor mij weer een goede oefening. Dus goed besteden dag op deze manier.